Volkskrant is een krant die kwaliteitsnieuws brengt en achtergronden. En ook artikelen over leven en tips en dat soort dingen. Maar op een toegankelijke manier. De Volkskrant is in de eerste plaats de grootste kwaliteitskrant van Nederland. Dat is een slimme krant, is een betrokken krant, is een goed gehumeurde krant. Wij proberen manieren te verzinnen om die kwaliteitsjournalistiek ook voor een nieuwe online generatie te ontsluiten. De Select app is een app op je tablet of op je telefoon waar je 10 artikelen van de Volkskrant van de volgende dag krijgt om 10 uur 's avonds. Het is eigenlijk het sneak preview gevoel. Vroeger kon je naar de bioscoop, wist je niet welke film je kreeg, maar je wist wel dat het een film was die nog niet was uitgekomen. Dat gaf al een soort opwinding en diezelfde opwinding moet die app eigenlijk ook hebben. De reacties zijn heel positief. We staan bij de mooiste nieuwe apps en in de App Store. 4 sterren over het algemeen en goede recensies. We hebben al 50.000 man die het hebben gedownload, dat is meer dan we hadden verwacht. En waarvan 12.000 eigenlijk elke avond even gaan kijken. Met de Select app hebben we een verdienmodel in tweeën. Aan de ene kant is het gericht op bestaande abonnees om te zorgen dat die abonnee blijven. Als we dat kunnen bereiken is dat heel goed voor onze oplagecijfers. Het tweede verdienmodel zijn nieuwkomers die op deze manier de Volkskrant light tot zich nemen. Een kleine selectie ervan voor €1,79 per week. Eigenlijk is dit een soort voorproefje van een veel groter project. Dat heet Volkskrant Plus en daar zeggen we eigenlijk in eerste instantie, we zetten alles wat we doen komt op internet. Een helemaal nieuwe website die ook in apps allemaal vormgegeven is. En responsive zich aanpast aan het apparaat waar je op leest. Daar gaan we eindelijk onze hele kwaliteitsjournalistiek op een internetmanier aan mensen presenteren. En ook verspreiden via sociale media als Twitter, Facebook. Het digitale nieuws verspreiden is superieur aan papier. Ik bedoel, er hoeven geen bomen voor te worden gekapt. Het is goedkoop. Je kunt een custom-made selectie maken. Dus je kunt oneindig veel meer. Ik ben Pieter Klok, plaatsvervangend hoofdredacteur van de Volkskrant. Dat is in feite de krant van de toekomst die we gaan maken, die real-time is, verbonden met de rest van het internet, met bewegend beeld. Dus het wordt een veel betere krant eigenlijk dan je op papier hebt. Ik ben Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant.